Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik weet eigenlijk helemaal niet of dit het begin van de weekvlog wordt. Want ik heb de laatste tijd, heb ik echt een paar keer een weekvlog begonnen. Of heb ik 2 dagen gefilmd. En voor de rest helemaal niks. Dus misschien kan ik het er wel nu even tussen doen. Zou ik dat doen? Dan doe ik dat nu. Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag vrijdag 24 november. En het is 12:30, maar ik moet zo naar school. Want ik had beloofd om Burger King te halen. Dus dat ga ik eventjes doen. En morgen vier ik mijn verjaardag, waar ik super veel zin in heb. En wat ik aan heb is dit jurkje met van deze mouwen. Dus ik moet even opschieten, want anders ga ik ook nog mijn trein missen. En hieronder doe ik nog mijn zendra's. Dus heel veel kijkplezier en doe alvast een blauw duimpje omhoog. Goedenavond, het is vandaag. Even kijken, zaterdag 25 november. En ik vier vandaag mijn verjaardag. Ik ben me helemaal klaargemaakt. Ik was de hele dag bezig met voorbereidingen, dus daarom heb ik gewoon niet gefilmd. Maar vanavond ga ik super veel filmen en ik heb er echt heel veel zin in. Ik heb net mijn make-up gedaan. Het is op zich best oké, best te doen. Maar ik ga nu eventjes naar beneden toe en dan ga ik even alles laten zien aan jullie. Links, rechts, omlaag. Links, rechts, omlaag. Links, rechts, omlaag. Links, rechts. Je booty gaat van links, rechts, omlaag. Links, rechts, omlaag. Links, rechts, omlaag. Links, rechts. Baby, doe het voor mij. Baby, doe het voor mij. Baby, doe het voor mij. Oh, je booty gaat van links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Je booty gaat van links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Omlaag, 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 omlaag. Omlaag, omlaag, omlaag. Omlaag, omlaag, omlaag. Omlaag, 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 omlaag. Omlaag, omlaag, omlaag. Omlaag, omlaag, omlaag. Omlaag. Baby, je booty is zo vlieg. Je heupen maken me zeeziek. Hoe je beweegt op die beat. Schat, je body is een deal, laat me zien wie de baas is. Al die anderen zijn basis. Zelfverzekerd als artist. Neem nog een slok vanilla vis. Yeah, laat me zien wie de baas is. Al die anderen... Goedemiddag, het is vandaag woensdag 29 november. En ik heb net mijn theorie gehaald voor de auto. Dus ik ben echt super blij. Ik zie er echt belabberd uit. Echt niet te doen. Ik voel me ook echt belabberd en ik heb echt knallende koppijn. Maar ik ben geslaagd voor mijn theorie, dus het boeit me allemaal echt helemaal niks. Het is nog best wel vroeg van... Nou, vroeg, ja, het is gewoon normaal. Dus ik ga even wat eten maken. En dan ga ik lekker in bed, want ik ben super moe. Want ik heb echt de hele nacht niet kunnen slapen, dus dan ga ik lekker naar bed en dan... zie ik het allemaal wel. Het is vandaag maandag 25 december en dat betekent dat het kerst is. Yay. Ik wil in ieder geval... iedereen, want als deze vlog online is, is het denk ik alweer nieuwjaar. Dus ik hoop dat iedereen een leuke kerst heeft gehad. En ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar. En het is vandaag dus kerst. En ik vier het gewoon vandaag thuis. En familie komt naar mij toe. Ik ben namelijk bij mijn vader. En de reden dat ik niet normale vlogs maak, is omdat ik deze week niet super veel spannends ga doen om aparte vlogs te maken. En ik vind het altijd leuk om te vloggen, dus ik dacht, ik maak gewoon weer een lekker weekvlogje. En ik moet deze week ook wel 2 keer werken of zo, maar komt wel goed. Ik zal even mijn kerstoutfit laten zien. En ik vind het altijd zo leuk om met kerst mijn make-up te doen. Volgens mij door het licht zie je het niet super erg. Maar ja, in ieder geval is mijn kettingje van Joy Gallery. En mijn opa en oma zijn er nu al. En ik ga even mijn outfit snel laten zien. Oké, ik heb echt super slecht licht. Maar dit is een glitterbody. En deze is van de H&M. En deze rug is helemaal open. Maar daarom heb ik mijn bralette eronder gedaan. Zodat het iets minder erg is. En ik heb gewoon een flared jeans aan. Met mijn pantoffels. En die ga ik zo uitdoen. Oké, jongens. Ik heb 3 kwartier over mijn eyeliner gedaan. Oh, ik heb echt een raar voorhoofd. Sorry. Hey, focus. Oké, maar hoe werkt dit? Oké. Op het scherm tikken. Oké. Oh ja. Ik ga de vlog openen, jongens. Hey allemaal, leuk dat jullie kijken naar nieuw. Nee, ik heb wel de vlog geopend. Het is alleen een nieuwe dag. Oké, het is woensdag 27 december. 10 over half. Oh, grapje, 10 voor 10. Janette is mijn haar aan het stijlen, want ik heb zoveel krullen, dat wil je echt niet weten. Krullen van mezelf. En dat was het dan weer. Janette, wat gaan we zo meteen doen? Oké. Hoe heet het? Ik ben even Emma haar aan het stijlen en ondertussen ook mijn eigen haar. En we gaan zo meteen uit. En waar gaan we naartoe? Dat weten we niet. En ik moest vandaag de hele dag werken. Ik ook. En ik ben gisteren vergeten te filmen. En ik moest gisteren op kerst ook werken. Zou ik nu jouw haar steken? En ik wilde nog iets vertellen. Laat allemaal even weten wat jullie met kerst hebben. Zo net. Dan doe ik dat nu. Oké, als jullie het niet hebben gezien, dan... het waren ook echt fucking random momenten. Maar het is vandaag donderdag. En Emma is nu bij mij. En Eva komt zo meteen naar mij toe. Want we gaan straks uit in Den Haag. En ik dacht, ik ga nu weer proberen een klein beetje vol te houden met vlog. Ook ga ik niet super leuke dingen doen. Ik heb alleen echt 1 puist hier. Ik weet niet of je het ziet. Doe alvast een blauw duimpje omhoog als je heel veel zin hebt in deze video. Schat, een vriendin van mij die jou helemaal niet kent. Kom schatten. Ik had wel verteld dat jullie... Oh nee, ik had alleen verteld dat Emma er was. En hier is Eva. Long time ago. Long time ago. Het laatste wat jij in mijn vlog was, dat ik zei... Ben je ondernemen? Ja, dat ik zei, oh we gaan naar Albu en zonder Eva. Oh kut. Dat is het enige wat ik zei. Oké, wat gaan we doen Eva? Want ik heb nog niet verteld wat we gaan doen. We gaan naar de dag. Naar Agga. Naar Agga. We gaan naar de dag. En wat heb je aan? Een kerstshirtje. Een shirtje van Janette. En dan nee, hij is niet van mij. Ik heb hem niet gemaakt. Van wat is dit dan? Forever 21. Nou, een shirtje van Forever 21. En een broek van... van Sting. Okay. Zou ik even jouw outfit doen? Nee, hoeft niet. Hey, Odessa muntjes. Nee, dit is in casa. Oh, dit is Odessa. In casa. Hoe lang staat het hier al? Ja, weet ik dus niet. Ja, er staat dus een heel raar shortje op me, maar het lijkt een beetje geel. Limoncello. Nee, ik weet niet wat het is. Ik durf ook eigenlijk niet te drinken. Oh, we moeten een thumbnail maken. Thumbnail. En deze prijs heb ik vandaag gewonnen. Voor het beste rapport ooit voor Engels. Ja, vertel even dan. Nou, Janette staat nu in 6,3 voor Engels. Ja, nee. Dat ik ben gezakt, dat weet iedereen. Nou. 135.000 keer bekeken, maar maakt niet uit. Maar Janette heeft nu dus een heel goed rapport. Ja. Super goed van jou. Oh, hij is nu leeg. Doei. Oké, doei. Nee. Oké, het is vandaag vrijdag. En ik ben gisteren dus uit geweest. Ik ben echt kapot moe. Ik heb de hele dag niks gefilmd. Want ik moest echt mega erg stressen, want ik moest vandaag naar school. Maar ik kreeg een superleuk pakketje. En ik dacht... Ik had beloofd om wel elke dag te filmen, dus ik dacht ik ga het gewoon een pakketje even laten zien. Het pakketje is van Beautybox. En waarschijnlijk hebben jullie het wel een keer eerder in de video van mij gezien. En ik heb dit pakketje dus opgestuurd gekregen. En ik ben altijd zo blij als ik dit pakketje krijg. Dit is dus een abonnement dat je maandelijks kan afsluiten. En dat kost €14,95. Behalve als je in België woont, dan is het €4 duurder. En... wat dus zo leuk is, deze maand hebben ze dus een speciale box. En die box heeft een totaalwaarde van €79,50. Echt fucking veel. Want je betaalt er dus eigenlijk maar €14,50 voor. Dus €14,95 betaal je ervoor. Ja. Dus dat scheelt echt superveel. En dat staat dus nu in het teken van Take Care. En ja, ik weet nog niet wat erin zit, want ik heb nog niet gekeken. En ik dacht dat het wel super leuk was om even te laten zien wat er allemaal in zit. Ik ga even mijn camera anders zetten. Ja, dit is net iets beter. En ja, stel dat je deze box zelf ook zou willen. Dan kan je deze box namelijk nog, bestellen tot maandag 15 januari tot 11 uur. Tot 11 uur 's avonds. En ja, ik zal zo laten zien wat erin zit. Maar je kan bijvoorbeeld ook een abonnement van 3 maanden of van 6 maanden of van een jaar bijvoorbeeld. Maar je kan dus ook gewoon een jaarlijks abonnement die je bijvoorbeeld per maand opzegbaar is. Maar ik ga nu even snel laten zien wat erin zit. Want het blijft natuurlijk gewoon een week vlog. Ik had stickertje er al afgehaald. En bovenin zit dus een boekje met alle producten. Maar die kijk ik nooit, want dat vind ik niet leuk. Ik wil altijd gewoon wat pakken. En dan zit er van dat mooie blauwe papier. En dus normaal zitten er 5 producten in de box. Maar dit is dus een speciale box. En daar zitten dus 6 dingen in. Oké, het eerste wat ik zie is dit. Ik heb echt geen idee wat het is. Er staan wel instructies op de achterkant. Dus ik ga een keer de verpakking niet kapot maken. Als dat mogelijk is. altijd een schaar bij de hand. Zo. Ik heb echt geen idee wat het is. Oh, het is echt heel zacht. Oh, ik denk dat ik al weet wat het is. Het is zo'n doek waar je je make-up mee kan afhalen. Even kijken. Oh, dit is echt super handig. Ik heb dit ook een keer in een andere video getest. En dit komt vast nog wel een keer in mijn vlogs voorbij. Maar je kan dit dus gewoon wassen. En dat blijft dus helemaal mooi. En deze kan je bestellen voor €5,95. Dus stel dat je hem zou willen bestellen los, kan dat dus. Dit. En dit is een voetenmaskertje. En er zat al een keer eerder zo'n masker in. En die heb ik geprobeerd en die was echt super goed. Maar ik zie dus nu ook dat er dus ook een handmaskertje bij zit. En deze zijn zo chill, want daarna, je moet dit wel echt super lang laten zitten. Die voetenmaskers. Maar daarna zijn je voeten echt heel erg chill. En gewoon heel erg lekker zacht. En deze maskertjes die zijn, die voor je handen is €8,90 en deze is €10,50. Dus met dit dan ben je natuurlijk al lang over als je één box zou willen bestellen. Dan het volgende product dat ik zie. Oh ja, voor de rest zit er altijd van dit soort dingetjes in. Oké, heel leuk schattig doosje. Sorry als het echt slecht licht is. Wat staat erop? Liquid Glow. Oh my god. Ik hoop echt dat dit zo'n liquid highlight of zo'n ding wat je onder je foundation kan doen. Dat wil ik echt kopen. Liquid Luminizer. Oh my god. Oh ja, dit kan je gewoon dus denk ik onder je foundation doen. Hij is een klein beetje roze. En als je hem uitsmeert, wordt het heel glimmend. Oh, ik denk dat dit heel mooi is. Ik denk dat je dan echt zo'n soort glowy huid krijgt. En ik hou daar echt van. Ook al ben ik nu echt helemaal mat. En deze is €23,95. Oké, hier verwacht ik echt super veel van. Stel dat je alleen dit product zou hebben, zou je al meer hebben. Het volgende is dit kleine schattige doosjes. Ik hou echt van dit soort doosjes. En dit is een oogschaduw trio. Hoe duur is deze? Zou ik alvast even kijken. €18. Jeetje. Echt duur allemaal eigenlijk. Allemaal dure producten. Het is een klein schattig doosje. Dat is zo bang dat mijn nagels breken. En mijn nagels zijn nu namelijk echt heel lang. Voor mijn doen dan. Hè. Oh, deze kleuren zijn echt heel chill. Kijk, het is gewoon een beetje gewoon huidskleurige, een bruine. En deze gouden. Dus hiermee zou je eigenlijk gewoon dan een hele oogschaduw look mee kunnen maken. En dit is super handig om bijvoorbeeld mee te nemen op vakantie. En zal ik even kijken naar de pigmentatie? Oh, ja, de pigmentatie is heel goed. Ik hoop dat je het goed kan zien. Ja, ik heb echt super slecht licht. Maar als ik zeg dat de pigmentatie goed is, dan is de pigmentatie goed. En het laatste product dat erin zit. Hydrate Active. Oh, dit is een dagcreme. Zo schattig, ook zo makkelijk om mee te nemen. En deze is normaal €12,50. Ultimate dagcreme die een langdurige hydratatie geeft aan de huid. Zacht en stralend maakt. En er zit ook vitamine A, C en E in. Helemaal top. Even ruiken. Oh, deze ruikt echt super lekker. Oké, dat was alles wat er in de box zat. Stel je denkt, nou, ik wil deze box ook bestellen. Ik zal een linkje gewoon natuurlijk naar de website hier beneden zetten. En binnenkort komen natuurlijk wel gewoon de producten nog erin. En je kan dus één box bestellen, maar ook bijvoorbeeld voor 3 maanden. Maar deze box is wel echt een aanrader. Oh ja, ik ben niet betaald om dit te zeggen of zo. Dit is gewoon echt mijn eerlijke mening. Want ik heb dit al vaker binnengekregen. En ik denk dat jullie mij morgen weer zien. Of dit is het einde van de video al. Ligt eraan, want dit is best wel een lang stukje. Oh ja, dit was inderdaad het einde van de vlog. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Dan zie ik jullie bij de volgende video weer.